Het lijkt soms wel alsof Daphne Dekkers helemaal niets bespaard blijft. Niet alleen is ze hoogsensitief, heeft ze last van sleep inertia en werd ze in de afgelopen jaren getroffen door vetluis en een ganglion, maar nu blijkt ze ook nog eens het zusje van dyslexie te hebben. Dyscalculie, een haperend inzicht in getallen. Daphne doet deze persoonlijke onthulling in haar column in De Vrouw. Het achtervolgt de presentatrice al haar hele leven. Op de lagere school kwam ik er nog mee weg, al dacht ik toen al, ik snap getallen niet. Ik vond ze ongrijpbaar, draaide ze om, en deed er een eeuwigheid over om de tafels te leren. En op de middelbare school dan? Daar kreeg de puberende Daphne vaak de wind van voren. Ik ben lui genoemd, opstandig, tegendraads, zegt ze. 6 jaar wiskunde op het VWO, ik heb er nog een trauma van. Tegenwoordig ondervindt Daphne er nog altijd hinder van. Zo kan ik bijvoorbeeld mijn eigen telefoonnummer niet onthouden. Dat heeft me al in een aantal gênante situaties gebracht. Mensen dachten dan bijvoorbeeld dat Daphne haar nummer niet wilde geven. En dus gebruik ik geregeld het smoesje, even opzoeken hoor, want ik heb een nieuw nummer. Gelukkig weet Daphne nu waardoor het komt. Ik ben niet lui, mijn hersenen werken gewoon iets anders. En dat verklaart de 3,1 voor haar eindexamen wiskunde. Ik word er nog steeds een beetje emotioneel van als ik eraan terugdenk.